Ik heb een documentaire gemaakt waarin ik kinderen een tekening heb laten maken van een beroep. Het zijn drie beroepen en daarin wil ik eigenlijk onderzoeken van welk gender wordt ermee geassocieerd. Die kinderen hebben het getekend en daarna heb ik een gesprek met ze gehad over waarom ze een man of een vrouw hebben getekend. Welk gender ze denken dat er overheerst in dit beroep. Uiteindelijk ben ik bij een oud-docent van mij terechtgekomen waar ik zelf vroeger ook les van heb gekregen. En daar mocht ik in de klas gaan staan. En dan moet je kinderen dingen gaan uitleggen op een manier dat je ze niet al beïnvloedt in het proces. Ik ben uiteindelijk op 93% uitgekomen wat als man is getekend. En dat vond ik zelf best wel een hoog aantal. En ik hoop door middel hiervan dat mensen dit zich een beetje gaan beseffen. En dat we het de kinderen kunnen leren om niet meer zo vastgeroest te gaan zitten in die gewoontes.